Afgelopen weekend vonden de lammetjesdagen van Peelkudde Schaapsdrift plaats. Duizenden geïnteresseerden wisten de weg naar IJsselstein te vinden. Het is echt een dagje uit op de boerderij en we proberen vooral de burger en de kinderen te betrekken bij het boerderijleven en hetgene wat we hier op het terrein doen. We hebben een kudde voor natuurbegrazing en afgelopen maanden zijn de lammetjes in veel grote aantallen geboren. En we organiseren een soort kraamfeest en daar zitten tal van andere activiteiten bij. En hoeveel lammetjes zijn er geboren? 903. En hoe hou je ze uit elkaar? Nou, ik hoef ze niet uit elkaar te houden, dat doet de moeder wel. Maar in een groepshok worden ze geboren. En als de moeder het accepteert en het gaat allemaal goed, dan van daaruit gaan ze naar een kraamhokje. In het kraamhokje dan krijgen ze een oornummertje, dus eigenlijk gewoon een soort paspoortje in de vorm van een oorbelletje. Dat paspoortje dat registreren wij middels een scan met de scanner. En dat koppelen we in een systeem. En van daaruit gaan we dus, weten we precies wie bij wie hoort en is alles geregistreerd. Het is een kuddedier en de kracht van de kudde is eigenlijk dat ze samen sterk staan, denk ik. En het zijn vluchtdieren, prooidieren, dus ze hebben natuurlijk ook last van vijanden. Dus ik denk dat als ze samen als kudde fungeren, dat ze veiliger zijn als individueel. Je zegt het al, hè? Prooidieren, de wolf misschien? Ja, één van die. Ja, het is, ze zijn inmiddels overal, dat is een feit. En ik heb nog niet op visite gehad, dus en dat hoop ik zo te houden. Maar het is, een keer komt die. Wat is er te doen hier? De hoofdzaak is natuurlijk lammetjes knuffelen. Maar er zijn natuurlijk kinderen die vinden lammetjes helemaal niet leuk. Nou, ook prima. En dan zou je eventueel kunnen sminken of in de zandbak spelen. Er zijn tractortjes waar ze op kunnen klimmen. We hebben een glijbaan aan de schapentrailer gemaakt. Dat is ook leuk. We kunnen knutselen, springkussen. Er is een tovenaar. We hebben wat kraampjes. Mensen die leuke dingetjes hebben die verkocht kunnen worden. De brandweer is aanwezig. Dus ik denk dat vooral het klein spul het wel leuk vindt om brandjes te blussen. Ik zie hier een mooie activiteit achter ons. Kun je hier iets meer over vertellen? Ik laat een beetje zien hoe je met border collies werkt bij schapen. En ik leg een beetje uit wat de commando's zijn om die honden te sturen naar links en naar rechts. En te stoppen en terug te komen enzovoort. En gewoon een bepaalde fluitjes? Ja, zodra wij met een stem onze honden niet meer kunnen bereiken, dan gaan we fluiten. Dat is gewoon een heel speciaal herdersfluitje. Het is een metalen plaatje wat ze hebben dubbel gevouwen en een boring ingezet hebben. Maar dat is wel een moeilijk instrument, want het is gewoon een instrument wat je hebt. Het is niet dat daar komt er geen geluid uit. Je moet echt een holte creëren in je mond waar je dit tegenaan zet met je tong. En door dat fluitje te bewegen krijg je verschillende tonen waar die honden dan op reageren. En wij maken zelf uit wat we gebruiken om de honden te sturen naar links en naar rechts voor te stoppen. En noem maar allemaal op. Dat mag je allemaal zelf verzinnen. En hoe lang doe je dan over om een hond te kunnen trainen, zeg maar? Normale border collie uit de werklijnen die getraind worden door ervaren mensen, een jaar, dan kunnen ze dat werk helemaal af. Ze zijn wel een jaar oud voordat je begint. De hond moet eerst volwassen zijn. En dan binnen een jaar kunnen ze echt schapen drijven zoals wij het willen, zal ik maar zeggen.